Het schooljaar 2023-2024 loopt voor de Mulo-scholen vandaag officieel ten einde. Onze nieuwsdienst nam een kijkje op de MC Jesserenschool. Zenuwachtige gezichten, spanning van de ouders en hier en daar wat tranen en gelach. Voor de studenten van de MC Jesserenschool is de uitslag een feit met 45% direct geslaagd, 15% her en 38% afgewezen. Directeur Cilia Friese zegt niet al tevreden te zijn met de resultaten. Volgens haar kan het aan de vele verzuimen van de studenten hebben gelegen. Ondanks de perikelen in het onderwijs is dat volgens Friese geen oorzaak geweest. Ik ben niet helemaal tevreden, want ik had verwacht dat we een hoger percentage zouden krijgen. Ik had verwacht dat we tenminste 75% direct geslaagde zouden krijgen, maar het is minder dan dat geworden. We zitten op 45% direct geslaagde. Als eerst, ik denk dat het komt door het verzuim. We hadden heel veel verzuim bij de vierde klassers. Een heel druk jaar. Want we hadden verschillende examens, examen van leerjaar 10, praktijkexamen van leerjaar 10. Hadden we ook nog examens van de vierde klas, een heel druk jaar. Ondanks de uitslag kijkt Friese uit naar een resultaten hoopvol nieuw schooljaar. Omdat opgeven geen optie is, zegt ze. In het komend schooljaar hoopt de directie meer succes te boeken met het slagingspercentage. Voor de leerlingen die geslaagd zijn, gefeliciteerd. De leerlingen die het niet gehaald hebben, ja, veel succes. Doe je best zodat je het volgend jaar toch kan halen. En de leerlingen die her hebben, je hebt nog een kans, ga ervoor. Want 12 augustus beginnen de herexamens. De uitslag van de herexamens vinden na 12 augustus plaats.